Hi May, wij gaan jouw draak opzoeken. We gaan in een kleine meditatie, gaan wij je favoriete draak, de draak die al levenslang bij je was, vanuit de mythical era, gaan wij opzoeken. Net als iedereen die nu een hond of een kat heeft, hadden we toen gewoon een draak. En draken kunnen heel groot zijn en draken kunnen heel klein zijn. En wij gaan kijken welke draak bij jou hoort. Ga je mee? Ga je rustig zitten. Even verbinding maken met Moeder Aarde. Moeder Aarde maakt verbinding met mij. Adem door de neus in. En twee keer zo lang door de mond uit. Adem door de neus in. En twee keer zo lang door de mond uit. Ga op je meest favoriete manier ontspannen zitten. Heel goed. Je voelt dat de rugleuning jouw rug ondersteunt. Je voelt dat het kussen zacht is onder jouw achterwerk. Je voelt je handen ontspannen op je benen of op je buik. Je hoort het geluid van de stilte. En je bent één en geheel met jezelf. Mijn stem gaat met je mee. En we gaan op zoek naar jouw draak. Heel goed. Wat fijn dat je met mij op reis gaat. We gaan eerst ons verankeren in de aarde, zodat we heel hoog kunnen vliegen. Je handen liggen op je buik, op je zonnevlecht. En dan gaat jouw energie gaat naar je heupen toe, je stuitchakra, door je benen heen, je knieën, je enkels. En dan door je voeten komen twee prachtige wortelen. Door je linker en door je rechtervoet zie jij een wortel groeien. En die gaan naar het aardepunt op 15 centimeter onder de grond. Maak verbinding. En dan draaien ze als een helix de aarde in. Dieper en dieper en dieper en dieper. Je komt langs prachtige velden van amethyst en bergkristal en diamanten. En dan kom je in een prachtige holle ruimte en daar staat Moeder Aarde om een van jouw wortelen aan te nemen. Naast haar staat Vader Aarde en die neemt de andere wortel van je aan. Ze zorgen ervoor dat de wortel aan een hele mooie grote amethystpunt wordt vastgemaakt en de andere wortel aan een bergkristalpunt wordt vastgemaakt. En hierdoor kan er altijd levensenergie vanuit Moeder Aarde en Vader Aarde omhoog stromen naar jouw lichaam. Het zuivert, het geeft helderheid. Moeder Aarde en Vader Aarde wens je heel veel plezier met je reis om je weer te verbinden met jouw energetische draak. Je gaat weer omhoog, langs die prachtige wortelen die je hebt gemaakt. En je ziet dat ze een prachtig licht met zich meebrengen. En dan kom je aan bij je voeten, je enkels, je knieën, je heupen. En dan ben je bij je zonnevlecht. Daar zie je dat je helemaal stralend verlicht wordt. En je laat dat licht door je hele lichaam gaan. Tot je vingertoppen, je hart, je schouderbladen, je nek, je hals, je mond, je tanden, puntje van je neus, je oren. En dan zie je ook dat je derde oog, jouw pijnappelklier, aangaat als een lampje midden in je hoofd. En dan zie je jouw prachtige kruinchakra als een bloem die de eerste zonnestralen voelt, helemaal open gaan. En jouw energetische lichaam kan zo uit jouw lichaam, zodat jouw lichaam, jouw fysieke lichaam, even kan rusten en kan helen van alle prachtige energie.
Dat licht wat je nu door je hele fysieke lichaam hebt gestuurd, zorgt voor een intense helende kracht naar al jouw cellen. En ondertussen kan jouw energetische lichaam vrij vliegen. En je ziet daar een prachtige bol. Een paramoerkleurige bol. En die nodigt jou uit om erin te gaan zitten. De deur gaat open en je mag erin gaan zitten. Als een prinses of een prins zit jij heerlijk in die bol. En die bol die vliegt heel snel door de atmosfeer. Door het universum en verder en verder en nog veel verder. Want wij gaan naar een tijd die heel ver weg is. Want de draken waren actief in de mythical era. Dat is heel ver terug. Dus wel 52.000 jaar terug. En als we in die bol gaan zitten, kunnen wij heel snel door die tijd reizen. En dan kom je bij de deur. Je ziet een hele grote, mooie deur. En die deur is ook paramour van kleur. En je weet, je moet met jouw bol door die deur heen. En dat kan best wel een beetje moeite geven. Want die deur, dat is een beveiliging. Daar kan niet iedereen doorheen. Alleen jij wel. Want jij zit al in die paramoeren bol. Poef, je knalt er helemaal doorheen. En dan kom je in een luchtruim. En jij ziet dat je heel automatisch kan vliegen. Jouw bol is veranderd in vleugels. Vleugels die groot en sterk zijn en jou kunnen dragen. Prachtig. En je vliegt over die velden in de mythical era. Oh, wat is dit prachtig. Jij komt in jouw favoriete moment terecht. Je weet dat toen je hier de laatste keer was, jij een hele grote vriend had. En dat die op jou wacht. Want de tijd van de draken is nu weer aangebroken. Jij gaat op zoek naar jouw draak. En de draken zijn de hoeders van de aarde. En de aarde heeft in haar transformatie nu, in het jaar 2024 en 25, heel hard deze krachtige energie nodig om de transformatie compleet te maken. Dus jij gaat op zoek naar jouw draak. Even goed nadenken en voelen. Was een waterdraak een draak die bij jou paste? Of een vuurdraak? Of een aardedraak? Of een luchtdraak? Of was het een elementendraak? Een etherdraak? Een ether? Je vliegt en je vliegt en jij weet welk element je zoekt. En dan ga je in jouw innerlijk roepen. En je krijgt heel automatisch de naam van jouw draak nu binnen. Onthoud deze en roep jouw draak. Roep je draak en je vliegt over die velden en je ziet hoe magisch die tijd was. Ja. Hé, wat gebeurt er nou? Oh, er komt iets onder jou vliegen. Ah, en daar als automatisch de vleugels die jou lieten vliegen, die versmelten samen met de draak die jouw grote vriend is. Ah, jullie zijn één. Je bent herenigd met jouw draak. Jij weet nu hoe fantastisch jouw draak is. Hoe mooi die eruit ziet, of het een mannetje of vrouwtje is en welk element het heeft. En jullie vliegen en vliegen en je vraagt of de draak meekomt naar de wereld die nu zo hard de drakenenergie nodig heeft. Je vertelt de draak dat ze alleen in energie mee kunnen, dat hun fysieke lichaam in de mythical era blijft, omdat mensen het nog niet kunnen aankunnen dat er ook echte draken zijn. Dus het is een beetje een geheim. En jouw draak wil heel graag mee om jou te beschermen. Die wil jou niet meer kwijt. Die is jou zo lang. Heeft hij op jou gewacht. Jouw draak wil met jou mee. En dan zie je ook dat je die bol niet nodig hebt. Je vliegt door die prachtige geleivormige deur. En door het multiversum heen.
Je ziet de planeten die je nog nooit hebt gezien en die nu heel helder zijn voor jou. Je ziet dat je hier thuis bent en nu ga je even nog terug naar de aarde om ervoor te zorgen dat de aarde geheeld wordt en helemaal nieuw gaat worden. Jij ziet dat het nodig is dat de aarde getransformeerd en geheeld wordt en dat jij daar ontzettend nodig bent. Samen met jouw prachtige draak. En dan kom je in de aardeatmosfeer en dan zie je heel automatisch om je heen dat er heel veel hun draak hebben opgehaald uit de Mythical Era. En je ziet dat al die draken energie hun eigen kwaliteiten hebben. En jullie gaan in een kring om de aarde. En dan gaan jullie eerst helende, krachtige, harmonieuze energie geven. Ieder op zijn en haar prachtige eigen manier. Laat die energie maar stromen. Wat fijn dat jullie zo mogen beginnen om de aarde te helpen, de mensheid, de dieren en alles wat hier op aarde is, wordt door jullie ondersteund, geholpen en daardoor help je ook jezelf. Dan kom je bij jouw plekje op de aarde aan, daar waar jouw fysieke lichaam is. En je stelt jezelf even voor aan je draak. Kijk, dit ben ik in mijn lichaam. Het ziet er wellicht wat anders uit dan jouw energetische lichaam. Maar dit is wie ik ben en ik vraag jou om bij me te zijn en me te beschermen als ik hier op aarde ben. En je vertelt je draak ook, ze mogen lekker vliegen, de wereld over, beschermen daar waar nodig is. En op het moment dat jij thuis bent en je hebt bescherming nodig, dan zit ze rustig op een afstandje te kijken. En kan ze de vleugels om jouw huis of jouw appartement heen slaan en jouw bescherming bieden. Of het is een heel klein draakje. En die gaat gewoon op de reling van je balkon zitten. En op het moment dat er bescherming nodig is, poef, dan is die heel groot. De draak is onvoorwaardelijke liefde. En die zal onvoorwaardelijk voor jou zorgen. In bescherming en kracht. Jij bent verbonden met je draak. En nu is het tijd om weer terug te komen in jouw fysieke lichaam. Je laat je afglijden in jouw energetische lichaam. Laat je afglijden in jouw fysieke lichaam. Via jouw kruinchakra. Je derde oog, waarmee je altijd verbinding hebt met jouw draak. Je keelchakra en je voelt hoe jouw lichaam vervuld is met allemaal nieuwe cellen, nieuwe energie. Jouw DNA heeft een upgrade gehad, want nu kan het jouw draak waarnemen. Je hartchakra gevuld met heel veel gouden licht, wat mag stromen en stromen. En dan jouw zonnevlechtchakra. Je maakt verbinding met je hele fysieke lichaam. Je ziet moeder aarde, vader aarde en je stelt je draak voor. En ze zijn heel tevreden en heel blij. Wat fijn dat jullie elkaar weer hebben gevonden. En dat jullie samen zijn om te helpen met het grote werk hier op aarde. Dank je wel. En dan is het tijd om weer terug te komen. Ik koppel mijn stem van jou af. Jij bent weer in jouw eigen energie. En dan voel je de rugleuning die jouw rug ondersteunt. Je voelt je zitten met je achterwerk op de stoel of de bank. Je beweegt je handen en je voeten. Je voelt je oren. Het puntje van je neus kriebelt. En je gaat je even uitrekken. En dan bedenk je, oh, wauw, ik heb mijn draak weer terug. Ga jij vandaag maar een feestje vieren dat jouw grote vriend, sterk en machtig, terug in jouw energie is.